Wij staan hier in het geweldige Witteveen in Buurzen. En kijk eens om je heen, ontzettende mooie Schotse hooglanders. Het Witteveen ligt tussen het kerkdorpje Buurzen en de Duitse grens. Het is ruim 300 hectare groot en het is in het beheer van natuurmonumenten. In het Witteveen kun je grenzeloos genieten van het veelzijdige natuur. Het Twentse natuurgebied ligt pal tegenover de Duitse grens. In het Witteveen heb je ook het smokkelpad. En het smokkelpad, dat gebruiken ze vroeger in de oorlog, dus om te smokkelen. En dat pad loopt hier nog steeds door het Witteveen heen. De stieren, die willen graag indruk maken op de koeien, hè, want ze willen natuurlijk voor nageslag zorgen. Wat je dan wel eens vaak ziet als je hier wandelt, dan zie je in één keer van die gaten, van die brede grote kuilen. Daar graven ze zichzelf soms helemaal in en dan maaien ze met hun voorpoot door dat zand heen om indruk te maken op de dames en ook om hun geur achter te laten. Hier ziet u dus zo'n hele mooie grote Schotse hooglanden van redelijk dichtbij. Jammer genoeg, meer van de achterkant dan van de voorkant. Maar zonder deze grote grazers, groeit de hele heide groeit dicht. Ze vreten tussen de boompjes door, de boompjes die sterven af en zo ontwikkelen zich weer nieuwe boompjes. En ze zorgen ook dat alles lekker wordt omgevoeld en dat is natuurlijk weer goed voor de bijen en voor de vlinders. Wat ik geregeld zie is mensen met kleine kinderen heel dichtbij komen, de kleintjes aaien en deze het gevaar niet inzien. Dus hou afstand van die koeien. Kom niet te dichtbij, hou 20, 25 meter afstand. Meestal kom ik hier ongeveer één keer in de week, één keer in de twee weken hier naar het Witteveen om te wandelen, om foto's te maken, video's te maken en om te genieten van deze geweldige oerbeesten. Ze zijn zo ontzettend sterk en zo ontzettend groot. En toch, als je dan van een afstand kijkt, een knuffelgehalte van hier tot Tokio. Fantastisch.